Welkom bij de tweede aflevering van Inside Talk. Vandaag, het is eigenlijk de dag na de persconferenties voor ons. En we gaan vandaag hebben over de Sony persconferentie van gisteravond. Ja, want wij willen eigenlijk wel gisteravond over hebben, maar het licht was weg en we vinden dit gewoon een heel mooi shot. Dus ja, dan even. En er zit overigens een helikopter in de lucht, maar die blijft volgens mij echt 3 uur hangen. Dus excuses daarvoor. Hey, de Sony persconferentie. Kunnen we zeggen dat Sony de E3 heeft gewonnen met deze persconferentie? Ja. Ja, je kunt zeg maar die knockout punches aan het einde hebben uitgedeeld. Daar, los van het feit dat de presentatie niet helemaal overweldigend was. Nee. En niet bomvol goede games had. Ja, die knockout punch aan het einde. Het is gewoon de prijs, hè? Hij is 100 euro goedkoper dan de Xbox One. De zogeheten, wat jij al zei, de sweet spots. Als jij dat echt gewoon 10 keer op hamerde bij Xbox One, dat ze gewoon boven die sweet spot zaten. Ja. Ja, en Sony zit er gewoon precies in. Kan je wel bij zeggen dat er geen move camera bij zit, maar ja, weet je, dat interesseert mij persoonlijk niet. Maar het meest indrukwekkende was eigenlijk gewoon de directe aanval op Microsoft. Dat is iets wat je niet meer echt ziet in deze gamesindustrie. Echt zo'n lekkere veeg uit de pan. Gewoon van, hey, use games, dat kan gewoon bij ons. Als jij een game wil uitlenen aan je vriend, hè, dat filmpje wat erna kwam van hoe kan je je games uitlenen. Dankjewel. Klaar. Maar ook gewoon, je hoeft niet online te zijn om te spelen. Dat soort dingetjes allemaal. Het was echt gewoon één grote burn. Het applaus uit het publiek. Het was ook echt gewoon, normaal heb je applaus bij persconferenties. Het zijn altijd die PR-guys in de achtergrond die als een gek lopen geluid te maken. En in de zaal loopt echt niemand te klappen. Want ja, weet je, ik bedoel, het is je werk om daarbij te zijn. Maar je zag nu gewoon echt het enthousiasme uit het publiek. En wij we hebben het zeg maar hier in het huis gekeken. We gingen ook helemaal los. Dus ja, we gingen echt helemaal stuk van het lachen. En we vonden het zo fantastisch hoe mooi ze dan die deden. Waar mensen vroeger altijd heel netjes waren. Toch wel tegenover, of heel subtiel zeg maar, verwezen naar de concurrenten. Dit was gewoon echt een bitchlap. Het is gewoon zo hard. Het was mooi om te zien. Dat vond ik erg leuk. Maar er waren ook wat mindere punten. Het ging best wel snel na de eerste, aan het begin van de presentatie, ging best wel snel over op het tv. Ja. Sony Pictures. Ja. Entertainment, wat is het? Ja, Sony Music en Sony Video, zei het daar toen. Dat was echt het moment waarop, dat jij zei ook echt heel goed tijdens de presentatie. Ik had hetzelfde gevoel van juist wat Microsoft de vorige keer deed, waar iedereen zo'n moeite mee had, dat gaan zij nu in één keer doen. Ja. TV, maar het is niet blijven hangen, omdat hetgene wat erna kwam zo overweldigend was. Maar dat momentje had ik echt zoiets van, waarom doen jullie dit? En ook op deze manier, breng het dan wat toffer en wat mooier en spannender of zo. Maar echt, echt een inkakmomentje in de presentatie, echt jammer. Indrukwekkend ook het aantal games dat nog op PlayStation 3 komt. Ja, dat was echt aan het begin. Gewoon meteen, het begon een klein beetje saai met, was dat Jack Turton, die zei van, PlayStation is fantastisch, want zo en zo. En ik, dat weten we allemaal, weet je, gewoon de show zat. Maar al snel dan Vita en PlayStation 3, weet je, dat ze laten zien dat de shit die ze nu al hebben uitgebracht, dat niet en het is. Weet je, het is zo sterk, want kijk, de Xbox 60 die is nu gewoon een half jaar dood in principe. Het zijn nog de third party games die erop uitkomen, maar voor de Microsoft komt er niks. Maar je hebt gewoon met die PlayStation 3, The Last of Us komt deze week uit. De beste games van deze generatie komt nog eventjes uit aan het einde. Beyond zit er natuurlijk aan te komen, erg tof. En natuurlijk een Gran Turismo 6. Weet je, het zijn nog een paar van die hete hangijs die gewoon heel sterk zijn. Ja. Kijken we naar de PlayStation 4, dan moet ik wel zeggen dat het aantal exclusieve titels dat me wat tegenviel. Het was weer die 4 games die ze bij de eerste presentatie hebben aangekondigd, die waren weer. Dus Killzone Shadowfall zag er tof uit. Drive Club had ik zoiets van, laat even wat gameplay zien. Infamous Second Son kreeg ik wel weer een beter gevoel bij dan de eerste keer dat ik zag. Maar ik kon zeg maar wel stukjes tussendoor gameplay zien dat het er ook echt grafisch overweldigend uitzag. Alleen zeg maar, wat ik daar wel weer bij had, zeg maar, de gezichtsanimaties waren dan weer matig. Ja, tenminste, de rest van het gezicht was wel oké, alleen die lippen waren zo dood. Van, we gaan daar met jou. Ja. Echt zo, dat zag er gewoon niet uit. Ik zat de hele tijd daaraan te storen, een heel dom dingetje misschien. Maar ik had een soort die gesprek met die broers in de auto, wat dat ook was, die zaten met elkaar te ouwe hoeren. Ik zat de hele tijd naar die lippen te kijken, dat is stom. En de laatste natuurlijk Knack of Neck. Daar werd niet echt veel van gedacht. Dat vond ik jammer, want die vond ik best wel tof, die game. Ja, het is gewoon een game van Mark Cerny en dat vind ik zo'n toffe dude. Ik zou die game eerder spelen omdat het van Mark Cerny is dan van, weet je, dat vond ik zo'n sympathieke, goede gast. Maar het ziet er ook gewoon echt goed uit, leuk sfeertje. Ik vond het een beetje Advance Wars, weet je, hoe die mensen eruit zien. Dat deed me in instantie altijd aan Advance Wars denken. Ja. Beetje zo'n steltje. Maar het waren dus die 4 exclusieve games. En daarna was het dus tijd voor de third party dingen. En waar je bij de Xbox One zag dat bepaalde third party dingen heel erg
ja, of exclusieve games voor de Xbox One deden. Natuurlijk Respawn Entertainment en Titanfall. Ja. Of echt gewoon bepaalde DLC, dus een Call of Duty Ghosts en Battlefield 4, de eerste DLC voor de Xbox One. Dan zag je bij PlayStation veel third-party games die ook gewoon op de Xbox One uitkomt. Ja. We hebben een Watch Dogs. Hebben we Watch Dogs ook weer persoonlijk gezien? Ja, dat was een trailer volgens mij. Is dat een trailer? Nou, in Elf Assassin's Creed 4 gameplay natuurlijk gezien. Mm. Die is pijnlijk freeze. Ja, oh, ja. Was, dat was ook zo awkward. Hij bleef een beetje hangen, maar zo, oh, ja. Gaat het goed? Ja. Het is echt nu twee helikopters in de lucht. Dat is echt stereo, vet. Ja. Maar ook in Destiny hebben we natuurlijk de laatste game was van de show. Ja. Heel erg tof. Het was wel een beetje een toneelstukje van die ontwikkelaars. Hey buddy. Ja. Oh, awesome gun. Look what it does. Ja, echt zo. Rob al zei tijdens de presentatie van zo game niemand. Weet je. Nee. Zo zitten wij ook niet als wij een wapen vinden. Nee, die zei van, oh man, ik heb echt een heel tof wapen gekregen. Want als je dit en dit doet, dan kan je zo doen. Dat is meer van... Ja, dat is een taal die we niet in video zouden gebruiken, ja. Maar het gaat wel iets grover aan toe als wij aan het gamen zijn. Maar die game, ik vond hem uiteindelijk tof, vooral op het einde, hè, ja. De public event. Dat was het moment. Dat ging echt goed, maar weet je, dat is ook gewoon een game die naar de Xbox One komt. Ja. En dat miste ik wel een beetje, gewoon dat er echt gewoon... Hè, de reden om nu een PlayStation te gaan kopen is gewoon de console zelf, vind ik. Ja. Ja, gewoon de prijs is goed. We weten dat de hardware op papier net of iets sterker is dan de Xbox One. Hè, met dat natuurlijk vooral DDR3 tegenover DDR5 verhaal. Ja. Heb ik goed gezegd, toch? Ja, geen DDR5 is dat. Zeg maar PlayStation 4 is gewoon hardware technisch echt wel een stukje sterker. Alleen Xbox One kan iets daarmee goed maken. Best wel een derde of zo qua verlies kunnen ze goed maken met het cache-geheugen. Ze hebben echt 32 MB cache. En daarmee kunnen ze best wel veel doorflashen en zo. Dus dat is nog wel te doen. Maar, ja, en natuurlijk gewoon het feit dat je bent gewoon vrij. Ja. Weet je, bij Xbox One met alle DRM-verhaal is nu gewoon van... Weet je, koop de game. En als jij hem wil uitlenen aan vriend, doe dat. Als jij hem wil verkopen op Marktplaats, doe dat. Want Sony begrijpt het gewoon. Van op het moment dat ik zeg maar een game op Marktplaats verkoop, doe ik niet. Want dan krijg je in principe alles gratis. Maar stel je dit wil zo doen en je krijgt 20, 30 euro voor zo'n game. Dan kan je dat weer gebruiken om in een nieuwe game te gaan kopen. Hè? Dat je op die manier op dag 1... een Beyond kan gaan kopen of voor de PlayStation 4 Killzone en Shadowfall. Ja, zo werkt het in principe. Ja, dat is wat de meeste mensen doen. En dat zijn de punten waarop gewoon uiteindelijk ik nu zoiets heb van, ik weet gewoon zeker dat ik een PlayStation 4 ga kopen. Ja, maar ook de indie games, dat vind ik nog belangrijk om te noemen. Ik vond gewoon het feit hoe ze met die indie games omgingen en hoe ze dat ook presenteren, dat is een stom iets. Maar ze hadden gewoon heel veel schermen op de achtergrond en elk scherm, echt huge ass groot scherm, elk scherm van, we hebben die ontwikkelaar, die maakt die game. En ze gaan vet gewoon zijn game live staan spelen en we hebben die gasten die dat maken. Ja, maar daarvan heb ik ook weer zoiets van, veel van die games denk ik ook wel gewoon naar de Xbox One komen. Nee, er zaten een paar best wel exclusive titles volgens mij bij. Ja? Ja, want ik heb vanochtend ook bij Nintendo Direct, waar we een andere video aan gaan doen, zag ik ook wat games die gisteren bij die PlayStation presentatie waren. Ja, maar misschien wel naar Nintendo, maar ik weet niet of ze bij Xbox One uitkomen, want Xbox One is... Het is in elk geval, je ziet wel gewoon meer dat ze meer liefde hebben voor de indie games. Ja, ze geven de ontwikkelaars ook meer de mogelijkheid van, weet je, publish het gewoon zelf, we gaan niet veel tussen zitten, we pakken gewoon onze winstmarge, omdat wij bieden het publiek, daar pakken we onze winstmarge op en voor de rest doe je ding. Weet je wel, een beetje meer de Steam kant op, en dat is gewoon wat je moet doen met indie ontwikkelaars, kleine groepjes mensen, die hebben niet veel geld, die moet je niet moeilijk maken, je wil ze gewoon toffe shit laten maken. Dus, oké. Okay. En daar ben ik echt van onder indruk. En met die redenen zijn wij gewoon op dit moment de meest onder indruk van Sony. En volgens mij als ik een beetje Twitter en dat soort dingen volg, zie je dat overal wel een beetje. Dat iedereen zoiets heeft van, die PlayStation 4 die komt er. En ja, ik denk dat ik uiteindelijk ook gewoon de Xbox One ga kopen. Gewoon, er zitten daar echt gewoon een aantal games op. En dat is op dit moment nog wel een beetje hetgene wat ik mis. Hè, die PlayStation 4 games. Je hebt natuurlijk wel, hè, die zijn we helemaal vergeten, 1886 The Order. Ja. Die steampunk game van... Ja. Van die mensen die Dexter op de PSP hebben gemaakt en de God of War games. Die zag wel echt heel tof uit, alleen dat was meer gewoon een stijltrailer in plaats van dat we echt iets hebben gezien. Maar weet je, dat is nog wel even een tof dingetje. Dus, nou, dat is eigenlijk hoe wij over de Sony persconferentie denken. Uiteraard horen we hoe jullie daarover denken. En vergeet ook niet binnenkort de Inside Talk van Nintendo Direct te kijken. Want die gaan we hierna gelijk opnemen. Maar ja, dan moet vervolgens geëdit worden en dat soort dingetjes. Maar we zullen ze zelf wel proberen die ook online te gaan kijken. Bedankt voor het kijken en tot bij de Instant Talk over de Nintendo Direct.